Daar heb ik zin in. Vind ik leuk. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat staat. Want ze staan nu allemaal op een gekke manier naast elkaar. Gewoon omdat ze ergens moeten staan en ik heb niet een landgoed tot mijn beschikking. En straks staan ze lekker in de kudde. Dat lijkt me heel leuk om te zien. Nog even in bad. En dan zijn de Schotse hooglanders klaar voor de zogenoemde bankjesparade in Heemskerk. De aftrap werd gedaan door Gerard van Schie, bedenker van de klaagbank. De volgende kunstzinnige creatie ligt in handen van kunstenares Janneke van Herpen. Het idee van de bankjes dat komt van de stichting Heel Heemskerk Tekent. Die doen allemaal leuke dingen in Heemskerk. Die hebben iedere keer weer hele grappige ideeën. En die hebben nu het idee om Heel Heemskerk vol te gooien met artistieke, originele, grappige, bijzondere bankjes. En daar hebben ze iedereen voor uitgenodigd. Dus iedereen die een idee heeft, die mag zeggen van nou, dit is mijn plan en kan dat en vinden jullie het wat? En de aftrap was zeg maar dat ze drie kunstenaars gevraagd hebben om een schets in te leveren. Ik vind het altijd lekker om 3D te schetsen, want het wordt ook 3D, dus dan kan je of tekeningen van alle kanten maken. Maar dit geeft meteen een beetje een idee van hoe het kan zijn. Waar je bij de klaagbank vooral je hart kan luchten, hoopt Janneke vooral mensen bij elkaar te brengen. Weet je wel, 4 is een familie, 3 is toevallig en 5 is een kudde. En dan krijgt het ook iets speels, iets lossigs, iets waar mensen zich bij kunnen aansluiten, zeg maar. Ja, als ik hier de duin in loop, dan kom ik ze tegen. Dus het zijn wel vriendjes van me. De onthulling is 30 november om 3 uur. Ja. Locatie, het Mareveld in Heemskerk. Beetje koud in de winter,